waren we alweer in de studio. Dankjewel heren dat er geen leader is en dat ik daarvoor ook gewaarschuwd ben. Welkom allemaal bij deze gloednieuwe aflevering van Switch op deze donderdag 25 februari. Nou, het is vandaag een lekkere vrijdag, tenminste voor de meeste van jullie. Voor ons hier niet, voor mijn gasten ook niet. Maar die zijn gewoon lekker druk in de weer, want er staat natuurlijk weer een hele hoop te gebeuren aankomend weekend. Tijdens deze uitzending gaan we het hebben over mode. We gaan het hebben over een vakbeurs. We gaan het hebben over nieuwe videoclips die gelaunched worden. Kortom, redenen genoeg om lekker afgestemd te blijven hier op kanaal 4. Nou, en we gaan als eerste beginnen met één deel over mode. Want er komt straks iemand anders die ook weer iets anders over mode komt vertellen. Maar als je twee dames hebt, dan is het altijd natuurlijk heel gezellig. Als ze alle twee interesse in mode hebben, dan wordt het dubbel zo gezellig. En als ze de krachten gaan bundelen, dan wordt het extra gezellig. Want dan komen natuurlijk altijd de beste ideeën, die komen daar dan uit. Dat is nou eenmaal zo als dames bij elkaar zijn, sorry heren. En als de ene zich verdiept in kleding en de andere in niet omdat ze... Nu hier zit, maar het is echt zo in een van mijn favoriete modeaccessoires, namelijk hoeden. Nou, dan moet het toch helemaal goed komen. Toch, Arlette en mevrouw Jane? Ja. Wat een introductie. Dat. Ik had er echt even over nagedacht. Voordat ik hier kwam, dacht ik, ja, hoe gaan we dat nou doen natuurlijk? Want we moeten natuurlijk wel mijn collega Peter van de andere kant een beetje overtreffen met zijn intro. Leuk dat jullie er zijn en het klopt wel een beetje, toch? Dankjewel. Nou, graag gedaan. Maar het klopt ook een beetje wat ik heb gezegd, toch? Ja, helemaal. De krachten hebben jullie gebundeld. Ja, en er hoort iemand bij, waar de Marika, die kan er niet bij zijn. Nee. Maar haar sieraden die worden ook gebundeld. Dus eigenlijk is het een trio. Women power fashion ding wat er gaat gebeuren. Nou, Warda kennen we allemaal van de sieraden. Mm-hmm. Alette kennen we van de kleding. Ja. Dus Alette, ik sla je niet over. Maar ik begin dan bij mevrouw Jane, want die hebben we minder vaak gezien. Wie, kijk, mevrouw Jane, maar wie is mevrouw Jane? Wat doet mevrouw Jane? Ja, ik ben Jane Stewart. Mm-hmm. Ik ben sinds een paar jaar bezig met het creëren van hoeden. Met de Anissa's. Mm-hmm. En van daaruit door het toepassen van ander materiaal ook steeds meer andere creaties gaan ontwerpen. Oké. Ja. Wat is nou het grootste verschil tussen een hoed maken en een Anissa maken? Anissa, het is handwerk. Mm-hmm. Want de bol van de Anissa, dat maak je allemaal met je hand. Mm-hmm. De Anissa heeft allemaal mooie plooien. En die worden mooi gevouwen. Mm-hmm. En dat is mijn aanwinst in het creëren van hoeden. Want dat kon ik gebruiken. De meeste hoeden van andere ontwerpers worden gemaakt op een maal. Oké, dus dat is een vorm? Een vorm. Ja, oké. En ik heb dat niet nodig. Oh, gewoon zo uit het handje? Door de technieken van de Anissa kan ik veel meer helemaal doen. Zelf doen? Ja. En, als ik aan hoeden denk, want ik ben dol op hoeden. Ja. Op een of andere manier, ik loop er ook niet zo snel hiermee, omdat je het ook heel weinig ziet. En dan denk je, ja, je gaat natuurlijk ook niet als enige met een hoed rondlopen. Ja. Maar ja, een hoed hoort daar eigenlijk wel bij. Hè? Het is een sieraad zoals je hoort wel, of voor de kinderen die het doet, om jezelf ook een beetje te upgraden. Ja. Zo doe ik het voor mijn hoofd. Ja, hoed is heel chic. Ja, ik vind het zelf heel mooi. Ja, ik ook. Het is eigenlijk daardoor dat ik het gepromoot. Ja. Want vroeger droegen mensen toch heel vaak hoeden. Want als ik naar oude films kijk, of sowieso naar oude foto's kijk, prachtig. Al die vrouwen met de hoed, met bijpassende handschoenen, tas, schoenen. Ja. En dan vaak ook zo'n cape. Ja. Ja, ik ga bijna gewoon naar een sprookjeswereld. Maar soms zeg ik wel eens, ik had in die tijd moeten leven. Ja, men ziet het dus als gelegenheid. Kleding, kledij of attribuut. Maar in principe kan je eigenlijk zelf je moment creëren. Er zijn genoeg momenten dat je dan iets chiques anders voor de dag wil komen. Met een mooie hoed. Met een mooie hoed. Ja, en het kan niet groot... alleen een zonnehoed te zijn. Nee. Maar ook een fashion hoed. Maar hoe komt het, denkt u, dat er zo weinig mensen nog een hoed dragen? Het is de drempel. Ze moeten er gewoon overheen. En ze denken dat het warm is. Maar het is, helemaal niet zo warm. Maar het is heel luchtig materiaal. Wat een hoed die ik nu op heb is van natuurlijke vezels. Ja, van dat zie ik. De palmbomen. Mag ik even voelen? Ja, het is heel erg buigzaam. En de wind gaat er gewoon doorheen. Oké. Maar bij hoeden, behalve dat ik het heel chic altijd vind, je ziet het hier ook. Komt het misschien ook omdat je het heel weinig ook gewoon ziet in de winkels en zo? Want ik vind dat je dat in Europa toch wel veel meer ziet. Jawel, maar ik denk dat ze het gewoon, kijk, zoals de Anissa gewoon op bepaalde gelegenheden gedragen wordt.
zo zou de hoed ook gewoon meer gepakt moeten worden van als men naar de kerk gaat of een bruiloft of receptie. Ja. En van die verleden komen er steeds meer dagen, want als je kind van jou een, zeg, een diplomering heeft. Is het toch heel mooi om dat je hoed opdoen, te laten zien dat, dat er een bijzondere dag is. Want je ziet het eigenlijk alleen inderdaad op een hele bijzondere momenten. Nou, die mensen die dan een hoed dragen, kan je ook maar op 10 to 2 handen tellen, bijna. Ja, we hebben hier geen koninklijk huis natuurlijk, want in Europa zie je dat heel veel dat er hoeden worden gedragen. En hoe extremer, hoe beter, hoe mooier vaak. Is het uiteindelijk ook de bedoeling met de presentatie die u gaat geven dat meer mensen zich ook weer gaan richten op het dragen van een hoed? Dat is het doel. Oké. Sowieso. Oké. En wat voor soort, behalve dit wat u nu op heeft, heeft u ook van die hoeden echt met de bovenkant zo dicht? Gewoon een Europese hoede. Ja, wat is een Europese hoede? Wereldse hoede. Dus okay. Ik heb ook gewoon een aantal van de collectie van Global Heads. Dat is de enige hoede verkoopster in Rotterdam. Ja. En daar heb ik een deel van de collectie van. Oké. Een paar hoeden die men veelt en wollen van wol. Ja. Voor mensen die naar Europa gaan en toch alvast iets warms willen. Ja. En het is heel prettig om dan ook goed te dragen. Ja, dan wel. Maar ja. Dat is ook wel de kool. Absoluut, goed, absoluut. Als je wollen hoed op doet. Ja, en het is heerlijk om een lekkere warm hoofd te hebben. Ik maak meestal van, dus van sisal of van buntal luchtige hoeden. Wat is sisal en buntal? Sisal, ja, buntal is wat ik dus ook doe. En sisal is een iets luchtiger vezel. Oké. Maar wel waar men verstevig van de hoeden mee kan maken. Oké. En als we nou een hoed willen hebben, maar we zien het er niet tussen, maak dus ook customized. Dus op aanvraag en dat helemaal. Kan. Dat ja. Dat heel vaak. Oké. En op maat en op kleur. Ja, maar dat is ook niet onbelangrijk, hè? Sowieso. Ja, want je kan natuurlijk niet zo'n groot hebben met zo'n klein hoedje erop. Nee. Dat ziet er een beetje vreemd uit. Of andersom. Ja, nee, ik maak het ook op maat en dat is het beste doen. Oké, nou leuk. Ik vind het helemaal spannend. Dat zeg ik, want het is zo leuk om een hoed op te hebben. Ja. Maar mensen doen het inderdaad maar heel weinig. Ja. Of ze dragen een zonnehoed. Ja, dat is zo. Maar dit is eigenlijk de meeste hoeden die ik creëer. Mm-hmm. Omdat ik weet dat het als een sieraad gebruikt wordt. En het is ook een beetje kostbaar. Mm-hmm. Doe ik het zo dat men het op meerdere manieren kan dragen. Mm-hmm. Oh, oké. Okay. En dan soms geef ik het ook een naam. Oké. Okay. Je kan het omdraaien, upside down. Oké. Dat maakt niet uit. We hebben nu gewoon even een spoedcursus hoeden maken gekregen. Mm-hmm. Dus de hoeden gaan we zien aankomende zondag. Ja. En heel veel fashion. Ja, dus en Warda gaan we natuurlijk ook zien met haar sieraden. Met de prachtige sieraden die altijd heel erg apart zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat het nu weer deze keer gaat zijn. En Alette, van jou gaan we ook weer een hele hoop zien. Ja. Want van de mensen die niet weten waar Boutique Ik Ook eigenlijk voor staat. Boutique Ik Ook is voor dames met een maatje meer. Mm-hmm. En met de hoeden gaan we dan laten zien dat ook dat je ook dan heel goed gekleed kan zijn met een mooie hoed op. Ja, ja, want zoals je zegt, trek men niet zo vaak een hoed aan. Nee. Ja, toch? Want ik trek meestal, als ik een hoed aantrek, is het meestal een zonnehoed. Ja. Maar een hoed kan heel erg chic zijn. Ja. Dus toen ik Jane ontmoette, toen hadden we het erover van, weet je, misschien kunnen we het een beetje introduceren in Suriname. Dat de mensen ook met een hele mooie hoed. Ja. Ja, weet je, als je 's avonds uitgaat of je gaat ergens anders, dat hoeft niet per se een speciale gelegenheid te zijn. Maar als je een mooie jurk aan hebt, dan denk je van oké, dan doen we er een hoed bij. Het zou wel heel mooi zijn. Ja. En de hoeden die zij heeft, die maken het geheel echt mooi. Mooi af, ja. Dus, weet je, dus ik dacht in mezelf van, we kunnen dat even proberen om te kijken hoe dat, weet je, hoe dat gaat. Maar ik moest wel lachen, want vanmiddag, ik weet niet meer wie van de twee het was, die zei, ja, een hoed is ook heel makkelijk, want als je haar nou niet gekamd hebt, dan zet je gewoon een hoed op. Ja, dat zei Jane erbij. Ja. Nou, nee, maar je kan toch niet net de haar hebben onder een mooie hoed? Nee, maar je moet mensen kiepen wel heel veel uit om met een kapper te gaan. Ja. Waarvoor doen ze dat? Omdat ze het haar moet netjes zitten. Ja. Maar je wil ook wel netjes voor de dag komen. Ja. Dus als het een keertje niet lukt en je hebt wel een mooie hoed thuis, dan is het eruit komen. Ja, maar nee, ik vind dat gewoon sowieso dat ik... Ja, ik ben erg van de harenkammen en doen. Want het moet toch allemaal wel een beetje kloppen. Je kan niet een prachtig hoed op je hoofd hebben. Ondertussen heb je gewoon maar een klein vogelnestje eronder zitten. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ja, ik was ook niet helemaal eens met wat je zei. Het is zo zonde. Ja, het is zo zonde. Mijn moeder zou zeggen, is een vlag op een motor. Ja, precies. Ja, precies.
Het is dubbel bedoeld. Het moet geen excuus zijn dat niemand nu naar de kapper heeft. Nee, dat moet sowieso blijven. Nee, dat hoort erbij. Maar het is gewoon een combinatie van. Ja, dat is gewoon heel hard op weg. Maar voordat je naar de kapper gaat, zit de haar soms een paar dagen niet netjes. Weet je toch wel van, weet je, ik ga toch wel netjes eruit. Ja, maar dat zeg ik, ik ben dolhoeder, maar ik vind als je een hoed draagt en al heb je dan zoiets van, nou, het is niet, mijn haar is nu niet geen geveunde lok of weet ik veel, steek het dan gewoon mooi een beetje laag op en dan die hoed erom. En dat is wel het allermooiste. Ja, precies. Ja, toch? Ja. Oké, nou, zondag zie ik me helemaal enthousiast. Ik ben helemaal enthousiast, want ik ben gewoon heel benieuwd wat ik ga aantreffen zondag. Aan wat hoeden betreft. Ik weet dat de kleding altijd goed zit, maar dat heb ik nu al zo vaak gezien. De sieraden ook, dus de hoeden, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Zondag, hoe laat, waar en voor wie eigenlijk? Zondag zijn we er om 6:00. Uh-huh. Of tenminste, de show begint om 6:00. Inloop is om 5:30. Uh-huh. De entree is vrij, okay. Maar je moet wel een consumptiebon kopen. Ja. We hebben dan 2 rondes met de hoeden. Kleding, hoeden en sieraden. Oké, maar waar wordt het gehouden? Het wordt gehouden bij Boutique Ik ook zelf. Oké. Het is weer een old school show. Weer back to back. Ja, we gaan terug in de tijd met de hoeden. Dat gaan we weer opnieuw introduceren. En we gaan ook weer terug naar waar het allemaal ooit eens begon. Bij Boutique Ik ook aan de Broosstraat. En voor de mensen die niet weten waar het is, dat is op Geiersvlei. Zijstraat van de Bonnistraat. Ja, zijstraat van de Bonnistraat. Nou, vanaf 5:30 inloop, 6:00 begint de show. Is het alleen maar voor dames vanaf een bepaalde leeftijd of is het ook voor wat jongere dames? Nou, meestal trekken oudere dames een hoed op. Ze trekken ze een hoed aan. Ja. Maar in principe hoeft het niet. Ik bedoel, je hebt ook iedereen is welkom. Iedereen kan het ook. Je hebt ook van die trendy hoeden, toch? Ja, dat zij heeft dus een... Iedereen die ervoor voelt om een hoed aan te trekken, die mag aanwezig zijn. Nou, voel je goed, kom dan kijken naar een mooie hoed, zou ik zeggen. Ja, aankomende zondag. Wij denk ik ook aan de Broosstraat. Dus, nou, dat is voor al die moeders en die oma's en die tantes en die nichtjes en de dochters natuurlijk die meegaan. Ik ben heel erg benieuwd of ik na zondag een paar hippe meiden ook gaan zien met mooie creaties zo op hun hoofd. Of die binnenkort inderdaad die binnenkort gaan trouwen. Dan is het niet alleen leuk een hoed als bruid, want dat zie je ook heel veel. Ja. Maar voor natuurlijk de moeder van de bruid en voor de rest van de entourage is het natuurlijk wel heel mooi. Ja, ja. Heb je ook iets inderdaad voor de bruidsmodekrij zitten? Ga je dat laten zien zondag of dan niet? Misschien nog niet, maar het kan besteld worden. Maar het kan wel besteld worden. Nou, hartstikke goed. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dames, dank jullie wel voor het komen. Ik ga er nu uit. En als ik terugkom, gaan we het of over nieuwe artiesten hebben, of we gaan het over een vakbeurs hebben voor iedereen die iets te maken heeft met haar, fashion en kleding. Tot zo. Game, doe je best en word iets. Waarom kies je voor de blok na, boy, dat gaat niet. Step je game op, want als ik heb je dromen. Mis de boot niet, anders ga je blijven stromen. Endless, voor jouw leven zonder opties. Je bepaalt je eigen toekomst, jong, boy, werk aan je opties. Zet corners, dan blijf niet stik als zomaar dichter. School jezelf, boy, pak je boeken en je schriften. Kop op, doe niet kop op, jongen, luister naar je ouders. Kies je vrienden, draag geen probleem, man, op je schouders. Ga voor dat diploma, heb geloof in jezelf. Geer de toekomst van morgen, jongen, werk aan jezelf. Game up, blijf niet hangen op de straat. Spijt komt vaak na de dag. Step your game up, educatie is de sleutel. Geef je dromen vleugel. Step your game up, blijf niet hangen op de straat. Spijt komt vaak na de dag. Step your game up, educatie is de sleutel. Geef je dromen vleugel.
Step your game up, ja, step up and do iets. Ga naar de bibliotheek en pak een boek en lees iets. Ik weet niet hoe je het ziet, maar doe iets positief. Ga naar school, te kleren en een god appen voor speak. Hey, dus laat alle negativiteit achter. Laat je leven schijnen, hou jezelf niet achter. Hou je hoofd boven water, blijf op het rechte pad. Geen stress, geen hoofdpijn, we zijn het allemaal zat. Hey, dus de boys sta en play, doe moe abu ede. De meid sta is dons, doe moe abu ede. Weet wat je doet, dan komt het allemaal goed. Young boys, young girls, hey, wees op je hoede. Step your game up, drijf de jongen op de straat, spijt komt vaak na de dag. Step your game up, educatie is de sleutel, geef je dromen vleugel. Step your game up, drijf de jongen op de straat, spijt komt vaak na de dag. Step your game up, educatie is de sleutel, geef je dromen vleugel. Nee, ik ben niet je vader, ietsje harder je best doen. Ben niet de dader, ben je overval, doe get poen. Overal zie ik ze niks doen, niet omdat voorlichting niet helpt, moet je nep doen. Achter slot en grendel chillen kan nooit het idee zijn. Niet weten wat ze willen en de hele dag heet zijn. Amen, pak toch liever een boek, ongeacht wat je doet. Hoe kan school cliché zijn? If aan een Facebook zit het grootste appen. Pingen Instagram of ze rappen. Bewustzijn zoek, gerust zijn hoe. Als ze tot alles in staat zijn om die bom te hebben. Ik kom ze zeggen, tegenwoordig is ook respect iets heel unieks om te hebben. Meditatie is niets, educatie is Grieks. Dus ga naar school, boy. Of whatever. Step your game up, blijf niet hangen op de straat. Spijt komt vaak na de daad. Step your game up, educatie is de sleutel. Geef je dromen vleugels. Step your game up, blijf niet hangen op de straat. Spijt komt vaak na de daad. Step your game up, educatie is de sleutel. Geef je dromen vleugels. Step your game up, blijf niet hangen op de straat. Spijt komt vaak na de daad. Step your game up. Future Boys en Tattoo met hun Step Your Game Up van Mamyo Music. Nou, vorig jaar hadden deze, of tenminste, is Mamyo Music veel meer te zien en te horen geweest. Ze hebben ook gezegd dat ze dit jaar veel meer gaan laten zien en horen. Nou, Step Your Game Up is daarvan één product. Daarvoor hebben we kunnen kijken en luisteren naar Arlette en naar Jane. Jane, een van de weinige hoedenmakers hier in Suriname. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Zondag hebben zij een presentatie van de kleding van Boutique Ik Ook. De sieraden van Warda Marika. En natuurlijk ook de mooie hoedencreaties van mevrouw Jane. Die zullen daar dan ook voorbij komen. Broostraat is de place to be dan aankomende zondag. En het is vanaf 6:30. Goed, we gaan het nu hebben over iets heel anders. Kijk, normaal gesproken is het altijd inderdaad zo dat we altijd een clipprimeur kunnen doen. Van promarman.com. Maar heel soms, dan kan het dus niet. Nee, en dan word je gewoon doorgeschoven naar een weekje later. Dat is helemaal niet erg hoor. Nee, zolang ze er maar zijn. Toch, Fabian? Zo is het. Zolang ze er maar zijn. En je bent er weer. Ja, zeker toch? Nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, was vorige week was het een drukke boel. Helemaal, en ik heb het ook gevolgd. Dus ik heb het allemaal gezien. Maar niet erg. Maar je bent er vandaag. Ja, we blijven werken, toch? En je bent er niet alleen. Nee, zeker niet. Ik ben zeker met Diamanti hier. Diamanti? Ja, ja. Dat is haar artiestennaam. Oké. Dus we zijn hier. Maar jullie zijn hier. Ja. Nu even voor de duidelijkheid voor de kijker. Diamanti verstaat wel Nederlands, maar spreekt een beetje Nederlands, niet heel erg goed. Dus wat niet begrepen wordt, dat gaat Fabian uiteraard even vertalen. Diamanti, welkom. In de eerste plaats, wie is Diamanti? Wat voor muziek brengt Diamanti en waar moeten we Diamanti van kennen? Bon, bonsoir tout le monde. Je suis Diamanti, Mina Diamanti. Mm-hmm. Ik praat wel een beetje Nederlands, ik versta wat je zegt. Ja. Kom, zet hem op. Ja, toch? Diamanti staat voor meneer Teunvoort. Okay. Dus Diamant is voor meneer en T is voor Teunvoort. Oké, okay, Teunvoort is je achternaam. Ja, oké. En ik ben kunstenaar, ik ben artiest. Mm-hmm. En ik ben ook kunstenaar. Mm-hmm. Voilà, ik ben in Suriname geboren. Mm-hmm. Ja, precies. Ja, ik ben hier in Suriname geboren, maar ik woon in Frans-Guyana. In Frans-Guyana, ja. Oké. Mm-hmm. Maar je bent artiest en kunstenaar. Ja. En welke van de twee vind je het allerleukst? Alle twee. Even leuk en heel graag. Ja. En wat voor soort artiest ben je? Wat voor soort muziek?
gezien? Ik ben een reggae-artiest. Mm-hmm. Ja. Oké, okay. En hoe lang ben je al bezig? Ik ben al ongeveer 20 jaar bezig. 20? Ja. Dat is al heel lang. Ja, maar omdat ja, we nog bevinden de juiste smaak voor rocko. Dus daarom is het zo lang geduurd. Oké, okay. Ja. En hoe lang ben je al bezig als kunstenaar? Kunstenaar is maar. Nee, Rocco. Ja, dat nam je Rocco na Sami okay. ontdekt. Okay. Ja, als eerst. Dus eerst ben je met kunst begonnen en toen ben je gaan zingen? Ja. Oké, okay. ja, en nu doe je het al zingend? Ja. Ja, toch? Soms wanneer ik die kan zingen. Dan gaat het automatisch. Ja. Maar het is, doe je alleen tekeningen of schilderijen of boetseren of beeldhouden? Ik schilder ook, maar Sami doe morgen na teken. Ja. Oké, okay, en jij hebt wat meegenomen? Ja. Yes. Oké, okay, nou Fabian, ik weet niet wie vertelt wie wat vertelt. Ja, dit is een van zijn werken. Zal ik het even houden, dan moet ik er even over praten. Ja, toch? Oké, okay, naar wat kijken we? Portret. Gewoon portret? Portret, maar... een foto. Uh-huh. Drie verschillende foto's. In familie? Ja, in familie. Oké. Okay. Ja. En dan heeft hij het getekend dus. Ja. Oh. Ja. Dus... Potlood werk je mee? Potlood. Ja. Potlood. Oh, ja. Het is heel mooi. Ja. Het is, ja, kijk, wij weten niet hoe de foto er natuurlijk uitziet, maar ik ga ervan uit dat het is heel gedetailleerd. Ja. Ja. Heb je een kunstopleiding gevolgd of is dit gewoon een talent, een gave? Het is een gave. Oké. Okay. Maar ik heb wel een beetje tekenopleiding gevolgd. Oké. Okay. Okay. Ja, hier in Suriname. Mm-hmm. Ja. Voordat ik naar Guyana ging. Ja. Oké, okay. Maar wat wil je uiteindelijk? Wil je dat je heel erg beroemd wordt als kunstenaar of heel erg beroemd wordt als artiest? Ik loop met... Het maakt je niet uit. Het maakt me niet uit. Sowieso... Whatever vindt. Ja, sowieso is dit zijn werk. Okay. Ja? Dus als je dit zou willen natuurlijk, kan je het altijd bij hem bestellen. Okay. Want dat is zeker... En hiervan leeft de man. En met zijn geld die hij verdient, dus stopt hij het dus in zijn muziek. Ja. Oh. Snap je? Dus, oké, okay, dat is wat duidelijker. Ja? Dus het ene vult het andere aan. Zeven. Oké, okay, very cool, very cool. Maar, Fabian, jou kennende, je zal, het kan niet zo zijn dat jij helemaal niks meer hier aan hebt toe te voegen. Nee, zeker niet. En nee, wat het belangrijkste is, ten eerste moet je weten dat nou een echte Suriname. Mm-hmm. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Weet je, dat je ziet van wat hij aan het doen is. Oké, oké. Dit is met marker. Oh, dit is met marker. Ik wilde net zeggen, dit is geen potlood. Nee. Ongelooflijk. En alles wat je ziet, dat teken je na? Ja, ik kan van alles tekenen. Oh, precies. Maar, Chantal? Hoe lang doe je er ongeveer over om een kunstwerk te maken? Zo'n portret, hoe lang doe je daar ongeveer? Zo'n portret, misschien een paar dagen. 3 dagen, 4 dagen. Oh, oké. Okay. Ja. Dus hoe je hier bent, hoe je hier zit nu op dit moment, kan je gewoon tekenen. Gewoon tekenen, gewoon oké, het is jammer dat we dat nu niet kunnen doen. Ja. Precies. Dat is heel jammer, want daar is het programma ook een beetje te kort natuurlijk voor. Maar uiteindelijk, want Fabian, weet je, we kennen jou natuurlijk, promoman.com. Ja. Je komt altijd met artiesten zingen, artiesten, dit is iets heel anders. Ja, nee. Maar ik neem aan dat je ook natuurlijk de singing kan. Ja, natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste waarvoor we hier zijn, toch? Sinds een nieuwe pokoe is uit, en zijn pokoe heet dus Sam Yabi. Okay. Daar kan hij straks misschien iets meer over vertellen. De videoclip is er ook, en als de mensen de media volgen, dan zijn we dus druk bezig. De videoclip komt dus morgen online. Dus op YouTube. Okay. Het is al op de verschillende televisiezenders natuurlijk. En we kunnen het niet. En op de radiostation. En we kunnen het natuurlijk niet maken dat Jamanti even hier snel is en dat we hem niet. Oh ja, want je moet natuurlijk ook weer terug naar je huis. Ja, precies. Dus hij is heel snel gekomen en toen hebben we gezegd: weet je, vandaag zijn we dan. Laten we even een mooie tour gaan maken. Zeker. Waar gaat het lied over? Het gaat over. Over liefde, wees tevreden met wat je hebt. Oké. Ja, dus nokis bigi aina nga smasani, sabi. Oké. Dus refiwan alas ma abu waarde, en je waarde na fiu, dus sayo abi mino kante kentu,
Dus ja, daarom. Wat jouw gegeven is, is jouw gegeven. Ja. Zo is toch, het. Dat ja. is eigenlijk een beetje waar. Zo is het. Heb ik dat goed vertaald? Heel goed gedaan. Okay. Nee, dat nee je Surinaams gaat goed. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. We vorderen. Hè? Ja. Maar dat is sowieso een heel mooi thema natuurlijk. Wat maakt jou heel erg tevreden als mens? Wat ik heb. Ja. En wie ik ben. En wie je bent. Ja. Oké, nou dat is hartstikke mooi. Fabian, wat gaan we nog meer kunnen verwachten? Op dit moment dus zijn we dus bezig met de single. De videoclip gaan we straks laten zien aan de mensen. Maar natuurlijk voor de mensen die kijken op dit moment naar Switch en die meer van Jamanti willen weten, kan je Jamanti Art checken op Facebook. Oké. Okay. Ja, Jamanti op Art. Ja, gewoon okay. Jaman en met die T erachter. Okay. En kan je de Brada vinden op Facebook. Op SoundCloud kan je muziek van hem vinden. Op YouTube kan je muziek van hem vinden. En natuurlijk. We zijn bezig met de promotie. Wij kunnen niet bepalen van wat het nummer allemaal gaat doen en hoe het allemaal. Wat wij als Promarman doen is ervoor zorgen dat wij een goede promotie neerzetten en dat die Brada gehoord en gezien wordt. En dat we natuurlijk het met z'n allen uiteindelijk moeten ondersteunen. Zeker. Ja toch? Zeker. Oké, nou Jamanti, dan lijkt het me leuk. Want wanneer ga je weer terug? Zaterdag. Oh, dat is snel alweer. Het is jouw clip. Ik vind het super wat je kan, dat je beide ook kan, heel goed ook kan. We hopen nog veel meer van je te mogen. Kijk, in dit geval kan ik dubbel zeggen dat we veel meer van je hopen te zien. Het zij op doek, het zij op papier, het zij als videoclip. Zo ja, is het. Kijk, het is een 3-in-1 bij Jamanti. Ja, zo toch? Is het. Je mag je clip aankondigen en het mag in welke camera mag jij dat doen? In deze camera mag je dat doen. Blessing los, Suriname, je vous aime beaucoup. Maintenant, je vous donne Sami Abi, mon nouveau vidéo. Check-le. Blessing the love. Ay, manti, pasensi, diamanti. Sayedu, Sayabi,
yo me que mi fi wa pa si mi awa nema Sa mi abi Ja ja gi mi ya si ta ki a piti mi Mi si fa mo fi na mam sa ta ki a fo mi Sa mi abi Sa ya abi Oh 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 Sa mi abi Terug weer hier in de ABC Studio. Je kijkt natuurlijk nog steeds naar Switch op deze donderdag 25 februari. Voor de commercial break en voor de videoclip van Diamanti kon je zelf, of tenminste zat Diamanti net zelf hier in de studio. Niet alleen zanger, maar dus ook kunstenaar. En wellicht dat we nog veel meer van hem zullen gaan horen dit jaar. En natuurlijk ook van hem gaan zien. Nou, van mode zijn we naar muziek gegaan en kunst. En van muziek en kunst gaan we het nu weer hebben over niet alleen mode, maar ook lifestyle. En eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Toch, Michael Kiwasen? Dat is zo. Ja, leuk dat je er weer bent, na lang. Ja. En voor het eerst dat je eigenlijk gewoon zo only the lonely hier bent. Of na lang dat je only the lonely weer een keer hier bent. Ja, het is, omdat ik even snel, ik ben blij dus dat ik alvast de kans heb gehad om te kunnen komen. On short notice. En ik wil even mijn zegje doen en dan ben ik weer. Zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde, normaal gesproken kom je altijd met een, aantal modellen en zo. Maar nu ben je gewoon helemaal alleen. We gaan ook een oproep doen aan z'n dadelijk. Dus, maar want je bent nu niet hier omdat jij per se een modeshow gaat houden. Je bent niet hier omdat je 20 nieuwe gezichten zoekt, per ook se. Ook maar je bent iets voor iets heel anders ben je. Ja, dat is een organisatie in het buitenland, in Nederland. Die al voor dit keer wordt het derde jaar, een vakbeurs hier in Suriname kan organiseren. Oké, wat voor vakbeurs? Het is een beauty and health vakbeurs. Ik heb ik had meegedaan, 2 jaar, dit wordt het derde jaar. Het komt is van BOJ, Hair and Beauty. Dat is de organisatie. Oké. En dan krijgen dus de mensen de gelegenheid, de opkomende kunstenaars, ik bedoel designers, maar niet alleen designers van kleding, ook van tassen. Schoenen, hoeden, tassen, alles sieraden, wat erbij komt. Alles haar, erbij komt. Nagels. Allemaal. Maar er waren bijvoorbeeld ook vorig jaar waren er ook mensen komen van make-up. Okay, en de schoonheidsspecialisten en al dat soort toestanden. Diëtisten, iedereen mag meedoen als het dus in die branche is. Oké, maar de beurs die moet uiteraard nog gehouden worden. Ja. Maar jij zit hier om die mensen die onder deze groep vallen, dus wat ondernemers betreft, toch? Ja. Om die op te roepen. Ja, ik wil ze oproepen. De beurs begint eind april en stopt dus 1 mei. Maar eind april 3 is dagen. Een erg ruim begrip. Ja, en ik ben zo vroeg gekomen om te promoten, omdat dus we de mensen de kans willen geven om hun producten. Eind april is het 29, is dat het 28, is dat precies, 30? Precies, ja. 28, 29 april, 1 mei. Het is een weekend. 28, 29 april en 1 mei. Ja, 3 dagen. Dat zijn de beursdagen. Dat zijn de beursdagen. Oké, en waar moet je als exposant aan voldoen? Je mag contact met mij. Nee, maar waar moet je aan voldoen? Je moet de producten van de lifestylebeurs hebben. Dus je moet niet komen met van ik verkoop auto's en ik wil daar komen staan. Nee, oké, maar in die zin moet je voor je eigen modellen zorgen, moet je je eigen stand opbouwen. We zorgen er allemaal voor. We hebben een pakket waar als je dus modellen nodig hebt, dus dat er modellen in het pakket zijn. En als je happy helpers nodig hebt om jouw stand op te bouwen, dan is dat er ook. Je hoeft niet zodanig een stand op te bouwen. De mensen brengen wel om hun stands af te schermen. Maar omdat het is in een congreshal, ja. We doen het elk jaar in een congreshal. Dus je hoeft niet bang te zijn dus dat het gaat want regenen. Het is gewoon een hele open ruimte. Ja. Bij wie moeten ze zijn? Ze mogen zich aanmelden bij mij op het nummer 825-9719.
825-9719. En dat is gedurende business hours, wil ik eventjes zeggen. En wat zijn jouw business hours? Mijn business hours zijn van 9 's morgens tot 3 uur 's middags. Oké, van 9 tot 3, dan kan je dus opgeven. Is er een limiet aan? Of maakt het niet uit dat er straks 65 nagelstylistes er zijn? Natuurlijk, als we kunnen niet te veel van iets hebben, anders is het niet meer. Dus als de mensen die zich zo snel mogelijk aanmelden, dus we schrijven het op en we hebben ook gesprek met de mensen. Want ze moeten ook weten wat de huurkosten zijn. Dus dat soort dingen, dat hoef je niet te noemen. Nee, dat gaan we niet. Maar luister, dus het gaat om kappers? Kappers, nagelstylisten, visagisten, ontwerpers van tassen, schoenen. Hoeden, alles. Sieraden. Ja, sieraden, alles. De boel. Ja, maar ook de schoonheidsspecialistes, diëtistes. Mensen dus die organische producten maken, zijn een heleboel tegenwoordig in Suriname. Ja. Die ga ik vooral stimuleren om mee te doen, want dat maakt het aantrekkelijk. Dus dat zijn de dingen op natuurlijke, de producten op natuurlijke basis? Ja. De zeepjes, de lotions, de shampoos, ik heb bijvoorbeeld de weet ik veel. Je weet, ik probeer altijd iets te brengen. Ja, dat is wel altijd zo inderdaad, ja. We gaan dat merk niet naar de camera toe houden. Maar dit is wel een merk wat ik gebruik. Ik gebruik het zelf ook. Ik zal het even zo houden. Ik gebruik het zelf ook. Ja. Kunnen we even een shotje hiervan krijgen, mensen? Ja. Nou hou ik het... wacht even. Maar als ik het zo doe, dan zie je het merk niet. Wacht even. Zo. Ja. Dit, bijvoorbeeld. Juist. Oeps, naar deze camera. Ja. Dit is een natuurlijk product. Dat is van Suriname ook. Natuurlijk product. Kijk maar ook naar de verpakking van Jukke. Ja. Mm-hmm. Kan ook gerecycled worden. Maar wat wil je hiermee zeggen? Dus dat je voornamelijk op zoek bent naar... Onder andere. Maar je zegt, mensen die moeten zich voornamelijk hiervoor opgeven. Ja. Maar dit is helemaal op natuurlijke basis zo lekker. Dus ik zat maar heel snel weer in de En dat is natuurlijk, heb ik het voor jou gebracht. Nou, dankjewel. Alsof je wist dat ik dit gebruikte. Maar het is hartstikke leuk, dankjewel. Voor al die mensen dus, die zeker voor de, misschien wel de ondernemers die net begonnen zijn of van plan zijn om te gaan beginnen. Nou, dit is wel een hele mooie gelegenheid voor jou dus, om je te laten zien meteen aan een heel groot publiek. Dus, als je zoiets hebt van, hey, ik voldoe aan de eisen, maak dan eventjes contact met Michael QSN. Michael, kunnen we hierover, is er een website misschien hierover of een Facebookpagina dat we het een en ander kunnen zien? Ze zouden kunnen gaan. Ik ga het nog plaatsen op het bureaupagina van mij op Facebook. Mm-hmm. Promotional and Modeling Agency. Creativity United. Daar kan je dus meer informatie hierover krijgen. En voor de duidelijkheid, de beurs wordt dus gehouden op 1 mei, op 29 en 28 april in de congreshal. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat we daar zullen gaan zien. Ik hoop in ieder geval een heleboel hele goede haarstylistes en nagelstylistes en visagisten te zien. Want daar zijn er een heleboel van. Vorig jaar hadden we nog dus beursprijzen ook. Uh-huh. Dat bedoel ik. Dus de klanten kunnen daar ook weer een voordeel uithalen. Jij als ondernemer ook. En ik weet ook dat er een heleboel talentvolle kunstenaars hier rondlopen. En dan bedoel ik het met kunstenaars, nagel, haar, visagie, noem het allemaal maar op. Dus het is natuurlijk een hele mooie gelegenheid om met z'n allen daar te gaan staan en jouw dingen te showcase. Ik wil nog eventjes wat kleins bij zeggen. Ik ben vergeten. De mensen dus die gezonde voeding ook prepareren, zijn ook welkom. Gezonde voeding? Ja, het valt ook onder health en lifestyle. Hartstikke goed. Michael, dankjewel voor het komen. Ongetwijfeld zullen je voor die tijd nog wel een keer horen en zien. Sowieso. Was je niet vergeten, want je zei iets ook een beetje voor modellen. Oh ja, we hebben natuurlijk ook wat modellen nodig voor de beurs. Mm-hmm. Die mogen zich ook op het nummer opgeven. En dan maak ik een afspraak en dan kijken we hoe het verder gaat. Maar modellen voor wat? Voor de kleding? Voor de kleding, voor de tas. Vorig jaar heb ik levende mannequins gedaan op de beurs. Dus hoef je niet alleen speciaal op het podium te lopen, maar ook plek op de beurs zelf zetten ze. En dan zijn ze net als Civito. Net als die etalagepoppen. Hartstikke goed. Ga dus eventjes naar de Facebookpagina Creativity United. Daar vind je alle informatie op en geef je op. En wie weet zien we jou daar dan een van de dagen in de congreshal tijdens deze Beauty, Health en Lifestyle beurs. Michael, dankjewel voor het komen. Bedankt, Chantal. Ik ga lekker smeren straks thuis. Wij gaan er nu ook eventjes uit. Niet om te gaan smeren, maar wel om een korte break te nemen. En hierna gaan we het dan hebben over barbecue en popcorn en leuke films voor jong, oud, groot en klein. Tot zo.
vessel. Dansen met is van die nigger is nog brug. Jullie rappen nu pas 15 jaar had ik mijn eerste show. Okay. En mijn naam is Ulrike en ja, ik weet dat ik ze para maak. Okay. Ik zou jullie loven langs, ik weet dat je me stiekem maakt. Af en toe ben ik met Dutu, af en toe ben ik met Chiny. Ik ga niet achter je rennen. Give me me money if you buy me. Ik ben niet echt met die merken. Maar af en toe rock ik de Nike. Heb zoveel chickies in Suri. Heb ook een paar nog meer. Die juice, die tracks, ik heb ze. Heb zoveel chicks, die girls, ja mijn exen. Ik heb mannen die je gaan schieten als we vechten. Ik heb mannen die je gaan bossen als we vechten. Zeg maar wat je wil doen en we flexen het direct. Ik ben met mijn niggas en we chillen op een flex. Al mijn niggas spenden in de casino. Al mijn niggas spenden in de casino. Zeg maar wat je wil doen en we flexen het direct. Ik ben met mijn niggas en we chillen op een flex. Al mijn niggas spenden in de casino. Ja, ik zeg al mijn niggas spenden in de casino. Ben met DJ Acha of met Kenny Play. Ben met Loba, Lodi, Licky of met AMG. Ben met Wally B en Asha bij de PP. Bel ik dik, sexy, is het 180 cc. Heb je money in zak, schreeuw, yeah. Ben je met je team, schreeuw, yeah. Money in zak, schreeuw, yeah. Ben je aan het ballen, schreeuw, yeah, yeah, yeah. Heb je money in zak, schreeuw, yeah. Ben je met je team, schreeuw, yeah. Money in zak, schreeuw, yeah. Ben je aan het ballen, schreeuw, yeah, yeah, yeah. Heb je chick op FB en op F. G1, ik heb de gebed. Jullie mannen willen hangen met mijn team. Ik moet die spijt in de mix ik dream. Met mijn snapback op en mijn rebel. Al ja, dat kan ik niet zien. Zeg maar wat je wil doen en we fixen het direct. Ik ben met mijn niggas en we chillen op een fles. Al mijn niggas spenden in de casino. Al mijn niggas spenden in de casino. Zeg maar wat je wil doen en we fixen het direct. Ik ben met mijn niggas en we chillen op een fles. Al mijn niggas spenden in de casino. Ja, ik zeg al mijn niggas. Terug weer uit een korte muziekbreak. Daarvoor hebben we kunnen luisteren en kijken naar Michael Kiwasen. In dit geval kwam hij niet voor zijn eigen Creativity United, maar wel voor de vakbeurs met betrekking tot beauty, lifestyle en health. Daarvoor kan je dus opgeven, dus als exposant. Dus doe je iets met haarverzorging of ben je een haarstylist? Daar zit ook weer een verschil in. Ben je een schoonheidsspecialiste of een visagist? Of misschien ben je wel masseur of masseuse? Of ben je ontwerpster van tassen, sieraden, schoenen, kleding, ondergoed? Noem het allemaal maar op. Dan kan je dus eventjes contact opnemen en wie weet zien we jou dan op 28, 29 april of op 1 mei in de congreshal tijdens deze beurs. Goed, we gaan het hebben over popcorn en lekkere snacks en hele leuke films voor jong, oud, groot, klein. Toch dames? Ja, jawel. Ja, nou leuk dat jullie er zijn. Wie is wie? Ja, ik ben Mirjam. Dat zeiden ze. Alle twee heten ze Mirjam. Nee hoor. Nee. Mirjam en? Anja Blankena, ik ben de president van de Rotary Club Genesis. Ja, want daarvoor zijn jullie hier. Ja. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik me eigenlijk erop gezet had dat Sam zou komen. Ja. Onze collega, want die zit ook bij de Rotary Genesis. Ja, en Sam die heeft het gewoon laten afweten. Bedankt Sam, van je collega's moet je het hebben. Dus hij heeft jullie natuurlijk naar hier gestuurd. Ja, ja. Want wat gaan jullie, want jullie hebben iets heel leuks in gedachten voor dit weekend. Ja, we hebben een fundraising. Uh-huh. We hebben een barbecue. Uh-huh. Barbecue en movies under the stars. Oké. Okay. Maar jij hebt een hele leuke flyer, kunnen we wel even laten zien. Dan mag je ondertussen daarover verder vertellen. Ja, ik hou het wel even vast. Ja. Movies Under the Stars. Ja, het is dus namelijk een barbecue fundraising. Mm-hmm. En daarnaast heeft men ook toegang tot een leuke film. Twee leuke films. Oké, okay. Luister, want jullie sowieso doen altijd aan fundraising. Ja, yes. Toch? Waar gaat het geld deze keer naartoe? Of gaat het in een algemene pot? Of? Nee, het is voor een community project. Mm-hmm. Namelijk een Kids Hits project. Een Kids Hits. We gaan een CD launchen met kinderliedjes erop. En wie gaat ze zingen? Jullie? Nee, kinderen. Dat zou kunnen.
kunnen, weet ik veel. Oké, jullie willen een cd uitbrengen met kinderliedjes erop. Ja, Surinaamse kinderliedjes, nieuwe Surinaamse kinderliedjes. Nieuwe Surinaamse kinderliedjes. Oké, ja, en om een cd te maken, dat kost eigenlijk wat geld. Ja, kost wat maar, geld. Maar luister, dan hebben jullie die cd gemaakt en dan, wat is de bedoeling? Ja. Dat het verkocht wordt? Ja, het wordt verkocht. Gepubliceerd en dat de kinderen eigenlijk nieuwe Surinaamse liedjes leren kennen. Want niet alle kinderen kennen die liedjes van vroeger. Nee, en ook misschien niet eens nieuwe. Ja. Nee. Oké. En er zijn echt weinig kinderliedjes, dus vandaar dat we op zo'n idee zijn gekomen. Ja, het lijkt wel alsof de oude liedjes gewoon 20 keer worden geremixed en dat het dan is. Terwijl er weinig nieuwe kinderliedjes zijn. Ja. Maar luister dames, want jullie doen deze fundraisingsactie dus daarvoor. Ja, daarvoor. Voor de kids hits, hè? Kids hits. Kids hits. Kids hits. Ja. Maar hebben jullie al liedjes in je hoofd? Moeten ze nog worden gemaakt? Zijn jullie op zoek naar nieuwe kinderliedjes? Nou, we zijn al een tijdje bezig nu in samenwerking met de nieuwe stichting Music and Me. Oké. Onder leiding van een oud fellow, een honorary member van onze club. Oké. Zij is een nieuwe stichting gestart, Music and Me. En dus in samenwerking met haar zijn we dan bezig. En zij houdt zich eigenlijk bezig met het muziekgedeelte. Oké. Dus de kinderen oefenen al een hele poos. We hebben al een launch gehad, maar één liedje in december, inderdaad. En hoe heet dat lied? Zo. Zo, ik kan Sini Dansi Prisiri. Oké, titel kennen we niet, maar we weten wel om en bij hoe dat lied gaat. Dus ja. Wees maar niet bang, want ik ben niet bang. We kijken niet om. Ik ga jullie vragen of we het gaan zingen. Nee, we gaan het niet zingen. Dat ga ik jullie maar doen. Maar. Zaterdagavond gaan de kinderen wel een foto filmen. Dan gaan wij wel zingen. Nee, dan gaan de kinderen een foto doen van de CD. Oh, de kindertjes die ook op die CD gaan zingen? Ja. Yes. Oh, dat is wel hartstikke. En wie zijn die kinderen? Het zijn verschillende kinderen. We hebben eigenlijk op onze page hebben we een iets opengesteld, zodat je kan inschrijven. Een oproepje gedaan. Yes. Oké, nou hartstikke leuk. Maar luister. Back to dit, want eigenlijk zijn jullie daar natuurlijk hiervoor. Barbecue en movies under the stars. Hoe gaat de avond eruit zien? Of middag? Is het de avond, middag? Het begint vanaf 6 uur eigenlijk. Oké, hoe gaat het eruit zien? Nou, we hebben een pre-sale gehad van tokens. Met een barbecue van tevoren kopen. Oké. En die kan men dus afhalen vanaf 6:30. Oké. Ja, maar het programma bij Prakwaki en de Previnla nummer 41. Dat is die mooie tuin die daar eigenlijk is het programma open vanaf 6 uur. Men mag alvast komen, plekjes zoeken in de tuin. En dan hebben we dus een voorprogramma met de kinderen die eigenlijk dus een showtje, een klein showtje gaan geven. Oké, leuk. Als opwarmertje. Juist. Een voorproefje van waarom wij deze fundraiser doen. Ja, en dan vanaf 6:30 dan staat de eerste film, de kinderfilm Inside Out. Is dat over dat meisje, dat zijn al die poppetjes in de rol zien? Dat is leuk, wordt dat kindje ook alweer even vergeten. Dat naam ben ik ook maar het is een hele leuke animatie. Ja, joy, sadness. Ja, die kennen we wel. Leuk. Een heel leuke kinderfilm. Ja, ook wel eentje om over na te denken ook. Ja. Yes. Dus die film staat dan om 6:30. En om 9:00 hebben we dan de tweede film, die is weer The Millers. Maar dat is niet echt voor kinderen. Nou, gezien het taalgebruik het is, ook hier en daar in de film. Ja, inderdaad. Ja, dus, maar het is wel een hele grappige film. Ja, het is een hele leuke film, maar dat is niet per se voor kinderen. Nee, dus die avond is niet echt. Dus het wordt in twee gesplitst. Okay. We hebben kinderen in het voorprogramma. En daarna hebben we een kinderfilm. En daarna hebben we voor de volwassenen We Are The Millers. Okay. Dan kunnen de volwassenen genieten van We Are The Millers. Oké. Dus als je nou ook met je kind ook gaat, dan zorg er ook iemand voor. Zorg er dan ook voor dat iemand misschien de kinderen ook weer komt afhalen. Dat jij gewoon dus voor rustig naar die winners kan voor gaan van uur, dingen gaan we ervan uit dat de kinderen dan al weg zijn. Ja, het is ook al laat, snap je? Ja, oké. Dus ja, ik snap het helemaal. Maar luister, ik zie je wel staan en ik zag het toevallig gisteren inderdaad ook staan. Ja. Bring your pillow en je blanket. Neem je kussen mee en een deken. Ja, om het eigenlijk een beetje comfortabel te maken. We gaan er wel stoelen hebben. Dus dat wilde ik net zeggen, want hoe gaan we liggen op de grond? Er zijn wel stoelen, maar wij gaan ook ervoor zorgen dat we een leuk hoekje hebben waarbij je lekker gezellig kan liggen. Een loungehoekje. Ja. Met je eigen kussen en je eigen deken. Ja.
Nou, dat is ook heel prettig. Luister, moet ik betalen als ik hier aan wil meedoen? Geen entree, okay. Maar je moet wel eten bij ons kopen en drank en kapjes. Je hoeft niks mee te nemen? Nee. Nee, toch? Maar jullie gaan voor alles zorgen? Ja. Ja, dus je moet wel zorgen dat je geld meeneemt, want uiteindelijk moet je heel veel gemaakt worden. Dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Nou, dames, ik vind het hartstikke leuk. Zaterdag is dit? Ja, zaterdag. Vanaf zaterdag. Half zes? Vanaf zes uur. Vanaf zes, dan begint de film? Dan begint de film om half zeven. Oh, dus beginnen begint half zeven. Ja. De programma staat om zes uur bij de kinderen, dus eerst gaan lekker gaan beginnen. Yes. Oké, en daarna gaan we lekker door met het volwassen programma. Ja. Oké. Je hebt het gehoord, eigenlijk hoef je helemaal niks mee te nemen, alleen een paar centjes. Als je zoiets hebt, je wil je token of je muntje alvast kopen voor je barbecue, dan kan dat, hè? We zijn eigenlijk gestopt met de pre-sale. Oh, ja, we zijn gestopt met de pre-sale. Die was tot dinsdag uiterlijk. Oké, dus nu moeten we dan daar op tijd zijn om er toch nog eentje te kopen? Ja, men kan gewoon langskomen en daar gewoon barbecue bij ons kopen. Maar natuurlijk hebben we ook cocktails en... Ja, want je moet die barbecue ook weg kunnen spoelen. Yes. Oké, okay, nou, hartstikke goed. Meiden, ik vind het een superleuk idee. Meer dan heel erg leuk, weer is wat anders. Ja. Ja, toch? Ik zie dat jullie er ook heel veel zin ook zelf in hebben. Ja, sowieso. Ja, want drie keer het woord cocktails gewoon, dus dat moet je er heel veel zin in hebben. Voor jullie, nou, het is natuurlijk hartstikke leuk altijd als kinderen... hun eigen project, om het zomaar even te zeggen, helpen leren bouwen. Want dat is in dit geval ook zo. Want het gaat om een cd met nieuwe kinderliedjes. Nou, ondersteun dit geweldige project van Rotor en Genesis. Zaterdag is dat dus. Als je er zaterdag niet bij kan zijn, maar je hebt wel zoiets van, nou, ik vind het wel allemaal hele leuke projecten die ze doen en ik wil het allemaal een beetje in de gaten houden. Is er een Facebookpagina, een website of iets, dames? Rotor en Club Genesis. Rotor Egg Club Genesis. Paramaribo of dat niet? Nee, gewoon. Gewoon op Facebook gaan zoeken, dan zie je vanzelf denk ik wel alle informatie daar voor de rest nog over en van alle andere leuke dingen die ze gaan doen. Ik heb er ook heel veel zin in de film. Beide films trouwens. Ja. Ja, dat zijn erg leuk. Inside Out en Inside Out toch heet het? Ja. En Weer de Midders. Dus zaterdag is het ook natuurlijk aan jullie voor jong, oud, groot en klein. En ik weet zeker dat er weer goden jullie goed gezind zullen zijn. Ja. Aankomende zaterdag. Hopelijk wel. Nee, het gaat gewoon hartstikke droog blijven en het gaat gewoon hartstikke goed gaan. Ja, toch? Nou, groetjes aan, want wat is Sam eigenlijk? Wat is zijn functie bij jullie? Hij is onze PR director. Hij is jullie PR director. Oké, nou, strafpunten voor de PR director die niet eens komen opdagen, PR director. Maar wij zien jou natuurlijk wel zaterdag. Jullie bedankt voor het komen. Ja, yes. En jullie gaan natuurlijk nu even snel gaan kijken daar bij de locatie of er inderdaad genoeg stoelen zijn en hoeveel popcorn er gebakken moet worden. En ik ga denk ik meteen afsluiten. Ja toch? Ja, ik ga afsluiten. Dus ik zeg dank jullie wel allemaal voor het kijken op deze donderdag 25 februari. Vanaf deze plek feliciteer ik ook onze, nou het is niet... Het is een klein beetje onze Olga, het is meer Jury Fleurissen Olga met haar 35 jaartjes. Hiep, 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 hiep. Olga, nou nog zeker 35 na deze. Ze komt zo meteen een stukje taart bijhalen. Ik zeg dankjewel Mel Eentjes Kapsalon, natuurlijk Delmira's Beautiful Nails. Zaterdag zijn we er weer, maar dan zijn we in de herhaling. Volgende week donderdag zijn we weer met een gloednieuwe. Wat je vanavond ook gaat doen, want ik weet dat het een vrije dag is. Sommigen zijn morgen ook nog vrij. Denk eraan, als je een glaasje op hebt, dan laat je je altijd rijden. Misschien zie ik je zondag bij de mode en hoedenshow van Boutique Eco. En anders zie ik je misschien wel zaterdag tijdens de barbecue en movie night van Rotor Egg Genesis. Wat je ook gaat doen, heel veel plezier, maar doe voorzichtig. Ik zie jullie volgende week weer. Bye! Dus schoot ik gewoon van enthousiasme mijn hele oorbel uit.